Hey allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe Mindopia. En jullie zien daar een bordje in de verte. Ex-burgemeester... Meter? Jee, dat deugt voor gemeter. Maar ex-burgemeester Sunny. Nee, het is Celé. Nou, dit is zijn ei... En daar staat hij. Wacht, dit is zo'n eiland. Hallo. Hallo. Wat heb jij nou op je kin? Huh? Oh my god. Er zit kwaal op je kin. Nee, maar dit is je eiland. We hebben hier net even stiekem gekeken naar alle kleding. Hij heeft echt superveel kleding. Hoeveel heb je wel niet? Nou, ik heb pas met mijn records verbroken. En je bent de eerste eigenlijk die ik het vertel, zeg maar, die dan het weet. Oeh. De aantal kledingstukjes is 7829. De meeste non-enchanted setjes 811 en de meeste enchanted setjes 669. Wauw. En dat op een oppervlakte van zeg maar, het museum, de grond zeg maar, van 18.250 bloks. Jemig. Dus, je mist zeker ook nog kleding of niet? Ja, genoeg. Ja, jemig. Hoeveel is er wel niet in de game gekomen? Ja, veel. Ja, dat merk ik nu wel. Ja, dat lijkt helemaal niet zoveel. Maar als je dan zo dit allemaal ziet, wat iedereen trouwens kan kijken. Iedereen kan op het eiland komen. Als je zone 2 hebt natuurlijk. Maar, wauw. Ik had het niet verwacht. Er zit trouwens ook nog een kledingstuk bij die ik ooit aan Leon heb verkocht. Ja, genoeg. Ja, maar eentje die toen heel bijzonder was. Die mocht jij een naam geven. Ja, zeker. Ja. Maar dat moeten jullie maar lekker gaan zoeken. Als jullie hier zijn. Het zijn twee stukjes, de broek en de schoenen. En ik zou een kleine hint geven, ik denk dat ze rechts achterin een gebouwtje staan. En de kleur is? Roze. Roze. Maar er staat geen naam bij op het bordje, maar het heet Fristi. Het heet Fristi, ja. En die heeft hij dus voor mij. Dus als je die hebt gevonden, laat het even in de reactie weten. Ik ben heel benieuwd wie er allemaal een zoektocht gaat doen nu. Straks zit het hele eiland vol, hè? Ja, nou ja. Dan hebben ze in ieder geval genoeg te zien. En je kan via die Lucky Vending Machine ook nog leuke tasjes met goodies krijgen. Yes. Ja, je hebt er gewoon echt eentje zelf. Die is van jou, hè? Ja, die is van mijzelf. Jemig. Nou, verwennest. Ja. Nou, het eiland heet RJL Museum. Ja. Ik moet even eigenlijk zo'n screentje maken, want ik doe altijd thumbnails, hè? Dat weet je. Ja. Oké, je mag er wel bij staan als je wil. Hoeft niet. Leuk voor de... Ja, schattig. Nee, helemaal perfect. Nou, dan gaan we gewoon even met de scooter. Nee, bootje. Hoe heet zo'n ding? Ja, normaal jetski, maar dit is echt wel meer een bootje. Ja, we gaan met de boot. Nou, hij doet het niet. Oh, jawel. Geen zin in. Ja, het is een beetje... Officieel ga je ook niet over een plaat heen. Nee, maar. Precies. Dus, ja. Moet je even daar links op het randje rechts? Ja, ik ben dood gegaan, dus ik heb niet zoveel fitheid meer. En dat is de fitheidsexpert. Ja, nee, hou je stil. Je weet ook dat ik niet kan parcouren. Ik ben op het parcours in Greydale ben ik gaan springen. Ja, maar je hebt zeker weer een muis gesloopt. Nou, nee. Oh. Ik heb het overleefd, maar het scheelde niet veel. Nou, ik ben best wel ver gekomen voor mijn gevoel. Ik ben die slimeblocks heb ik gedaan. Maar op een gegeven moment moet je dan elke keer overnieuw. En bij het begin, bij die jumps, daar kreeg ik dus in één keer dat mijn internet ermee kapte. En toen ik inlogde, was ik dood. Oh, dat is wel vervelend, ja. Ja, want als jouw internet stopt, dan blijf je echt een paar minuten nog in de game. Ja. Dus ik weet ook niet waar ik precies eindigde, maar in ieder geval, ik was mors dood. Ja, nee, dat had gisteren Jesse met zijn helikopter. Die was aan het rondvliegen in Cosmo. En uiteindelijk leek het net alsof hij iets van een paar jaar geleden in Amerika deed nabootsen. Oh wow. Want toen zag de helikopter in het gebouw zitten en hij was ook, Oh, trouwens, iedereen denkt, waar lopen we heen? Oh. Hier stond vroeger een bank, weet je nog? Ja. En toen stond er hier wel eens een mannetje. Hey, pst! Oh, is dat zo? Ja, David stond daar een keer. Oh, dat weet ik niet, maar dat, dat... Die wou toen mijn huis heel graag zien van binnen. Oh. Maar het is mijn huis niet meer. Nee. Het is van? Mij. Ja. Gelukkig is het nog wel in beheer van een vriend van mij.
Dat scheelt. Gelukkig maar, hè. Ja, ik zag al gelijk dat je... Ja, ik zag gelijk dat je superveel dingen hebt. Dit is niet van mij. Oh, nee, maar dat doen we net alsof dat van jou... Het is wat mooi dat het van jou is. Ja, ik heb ze wel. Ik heb ze wel alles, hoor. Daar niet van, maar... Oh, ja, ik heb mooiere voertuigen. Wauw. Ik heb alleen maar een... Ja, ik zie hem. Ik ben niet blind, meneer. Ja, nee, maar sommige mensen hebben bijvoorbeeld de dingen niet daarvoor. Oh, oké, ik denk al. Maar kunnen we even binnenkijken? Ja, heel graag, want ik ben echt... of het nog een beetje veranderd is of niet. Ik ben heel lang niet geweest. Auw, ik stoot hem hoog. Oh, ja. Ik denk het haast niet. De kapstok, die werd niet gebruikt. Maar ja, ik weet nog wel, dit... Die, toen zei David nog van... Je hebt niet eens gordijn, dus als je hier gezellig met z'n tweeën zit... dan kun je begluurd worden. Oh. En aangezien Leon vroeger altijd gluurde bij de apotheek... moest ik gelijk aan jou denken. Zo. Oh, wacht. Ik ga zitten. Wacht. Nee, dan moet je achter me gaan zitten. Dan zitten we zo en dan... stiekem aan de zijkant. Ja, ik zie je. Ja, kijk dan. Daar heb je het al. En je stond ook altijd met je kont zo heen en weer te schudden voor die ramen. Weet je? Ja. Dat deed hij dus precies altijd in Cutrexia bij de apotheek. Leuk, hè? Nee, maar dat is helemaal niet veranderd inderdaad. Zit iemand heel tijd maar een berichtje te sturen. Ik heb het geluid van Teamspeed niet uit. Heel irritant. Maar dat boeit niet. Ik ben geen eentje die daarop let als YouTuber. Maakt mij niet uit. Oh, dit. Ja, de keuken. Die laptop ligt er nog. Ja. Wauw. Het lijkt een stuk kleiner dan vroeger. Vroeger leek het groter. Oh ja, dat retard, dat... Ja, maar het ding is wel spelletje. Natuurlijk, dat misschien leek het groter. Maar ja, nu zijn de huizen überhaupt allemaal wat groter geworden, hè? Ja, maar dit is een beetje... Vroeger was het allemaal op zich vrij klein. Ja, maar toen was het groot. Omdat ik natuurlijk... Precies. Oh, klopt in de muur. Dus omdat ik natuurlijk heel klein gewend was toen. Ja, precies. En dan was dit al heel groot natuurlijk. Dit heeft ons toen iets van 7 ton gekost, dit huis. Ja. En jou? Ja, ik weet het, dat, ik weet het. Ik weet het wel. Het ja, ik weet het wel. Ik heb er een symbolisch bedrag voor betaald. Laten we het daarop houden. Laten we het daarop houden dat bij de McDonald's daar ook dingen voor te koop zijn. Oké. Iets met een knal of zo. Wat, oh ja, hier hadden we toch nog kelder. Ja, daar komen we straks wel. Ja, ik denk dat doen we als laatste. Ja. Oh. Huh? Oh ja, we konden nog één naar boven. Ja. Ik moet het even bekijken nog hoor. Oh ja, ja. Ja, dit stukje zat in de intro met David zo. Bla bla bla. Oh ja, de bad. En dan deed David nog een keer iets hier. Ja. Dan zat hij daar bovenop. Ik kon die toen openen. Ja, ik kan dat nog niet meer openen. Ja, ik kon niet meer. Dat is natuurlijk omdat Sunnyville helemaal vernieuwd is. Ja. Oeh, ja. Leuk. Ik vind het leuk. Ik weet niet eens hoeveel kijkers dit eigenlijk nog weten dat ik hierin heb gewoond. Oh, het balkon. Hadden we ook nog. Terwijl David zelf moet plegen. Tip, doe dat nooit in het echte leven trouwens, want je kan niet meer terugdraaien. Hallo, meneer, u staat stil. Oh, dank u wel. Sorry. Ja, dank u wel. Oh ja, oh ja. Oh ja, hier woonde toen Johan. Hij had gewoon mensen die dingen verhuurd. Oh ja, hier zat maar was op het ook poppen. Niet aan deze kant dat hier ergens iemand zeg maar zo verstopt zat zo? Bart! Toen kwam Tageron inderdaad zo. Hé, hey, wat nee, ik kan die stem niet eens daar doen. Moet dat hier? Ja. Ik heb trouwens laatst nog gesproken. Oh? Ja. Dat is echt heel lang geleden voor het laatst. Ja. En toen in één keer hadden we weer contact. Nou ja, ook leuk. Ja, nou ja, gezellig. Ja, toch? Ja. En dan nog even de kelder natuurlijk, hè? Ik las daar official Deen. Ik dacht, hè? Deen? Waar is dat Daan? Daantje. Ja. Nou, meneertje staat wel stil steeds. Hé, even wakker. Yes. Sorry. Maakt niet uit. Soms af en toe even wat dingetjes. Maakt niet uit. Je moet denk ik iets hebben of zo van. Oh ja, nee, dat boeit me helemaal niks. Kijk of je er nog een beetje normaal in komt. Oh, nou, ik vloog erin. Ik vloog erin. Dat heb je niet verleerd, zie ik. Nee, maar kijk, nou een lagere fitheid doordat ik dood ben gegaan, hè? Oh, wat een kelder. Oh, ja. Dat was het mooiste van alles.
Hey, visje, blub, blub. Bam, stuk. Ja. Zijn er nog wel? Ja, ze leven nog. En oh, die ijsbank. Oeh. Dat niet smelt, hè, Sunny? Ja, ik vind dat altijd knap, hè? Ja. Oh ja, hier in Jonko roken. Oh, gaaf. En toen met Sissu nog heb ik er nog een grapje van laten maken. Oh ja. Leuk. Oh ja, hier kon je inderdaad ook achter verstoppen zo. Ja. Zie je mij? Waar is Martje nou? Waar is ze nou? Hij ziet me niet. Wauw, ik wou eruit springen, maar het lukte niet zo snel. Oké, dat was heel awkward dit. Oké. Oh ja, de DJ-set. DJ Koala met de beste eucalyptus-hits. Zo. Bam, 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 bam. Zo, oh, ik schrok me rot. Dat hoort echt heel raar in mijn oor. Ja. Helemaal gek. Oké, ja, leuk, leuk liedje. Oh ja, dit was het barretje, ja. Oh, wat geeft dat een gek geluid in je oor. Ja, dat snapte ik nooit in die machine. En dan hadden we ook nog een vrouwengedeelte, toch? Ja. Maar dat wordt wel een beetje raar dadelijk, denk ik. Oh, dat wat? Dat het nu een beetje is alsof er een beetje rare mensen hier wonen. Maar ja, goed, we moesten het even ergens kwijt. Dus vandaar... Oké, ik ga heel even met mijn rug naar de... Ja, naar de open. Zeg maar daar waar zeg maar, al je kleding op kon hangen, zeg maar. Daar bij die muur, daar ja, is het een beetje raar. Oké. Gaan we die kant is het ook. Oh ja, mijn douche. Mijn putje. Het water. Ja, ik weet... Nou kan ik niet... Dan weet ik niet wat daar gebeurt aan de achterkant bij mij. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik hoor iets van vuur, maar dat is dat nee, ding. Nee, dat is gewoon dat ding. Ja. Oh ja, kijk, dit is de sauna inderdaad. Lekker. Ja. Ja, nu maak ik... Dan vind ik het niet leuk. Nou, je mag wel kijken. Ja, maar straks staat al iets wat ik niet... Wat ik niet... niet nee, niet nee, fijn. Dat niet. Nee. Een beetje, zeg maar, het is eigenlijk een beetje, het heeft te maken een beetje met hetgene wat jij aan het doen bent. Wat ik aan het doen ben? Ja, wat ben je aan het doen? Je bent iets aan het opnemen. Ja? Ja. Maar waar doe je dat mee? Of waar doen heel veel mensen dat mee? Wat gebruiken die daar ook bij? Oh, je bedoelt niet in-game, maar buiten game? Ja, buiten game, ja. Oh, is het groen? Nee, nee, nee. Oh. Het zit ook op hetgene wat je in je hand hebt, daar zit het ook op. Okay, als je er bewijs van wil maken. Oh, een camera. Ja. Oh. Maar omdat dit de vrouwengedeelte is, is dat een beetje raar als er camera's zijn. Oh, volgens mij ben ik... Ja, maar... dat dacht ik. Oh, jacuzzi. Lekker warm. Ja. Maar, dus als je nu kijkt, dan is het een beetje raar als je dus daar kijkt. Dat je dan denkt van, oh, dat is wel een beetje apart. Jemig. What the fuck? Nou, daarom zeg ik, dat is een beetje raar. Dat zit de vrouwen af. Oh, die heb je daar eventjes. Die heb je even ter. Voor als je ze nodig hebt, dat je ze dan weer gebruikt of zo. Ja, we moesten het even ergens kwijt. Ah, oké. Okay. Op deze manier kunnen we het niet zelf gebruiken, maar hebben we het nog. Shake that booty. Shake that booty. Shake that booty. Oh, shake that booty. Hey, shake that booty. Oh. Hey. Yay. Oep. Nee, ik heb mijn kleedjes weer even aan hoor, want het is een beetje awkward dit eigenlijk. Het is eigenlijk 18 plus wat er net gebeurde. Oh ja, hier hing toen een keer een JP, weet je nog? Oh, de bordje is weg. Ja, er hing toen een bordje, nou dat maakt mij niet uit, belangrijk. Oh, en dit was de opslag voor... Ja, toen je ging verhuizen of zo, van toch? Van Kutraxia naar Sunny deed. Ja. Ik bedoel, kijk, want er waren het pas bij seizoen 10 toen met de kleding. Oh ja, dat is wel leuk om dat zo... Nee, seizoen 12. Oh, 10, ja. Ik hoor nog een beetje erbij. Ja, het was echt nog heel weinig. Ja. En welk seizoen is het nu al? Het seizoen is 15 en we zijn bij Jacob zijn we al bij... ja, daar hebben ze nog... 2 is dan gewoon het oude Greycorn gebeuren. 1 is een uniek seizoen en tot en met 7. Zo. Dat verschilt dan per seizoen hoe groot dat het is. Wauw. De tijd staat niet stil. Nee, het gaat allemaal door. Ja. Net zoals dit huis, dat wordt gewoon nog bewoond. Ja. Dat vind ik heel goed.
Je let er goed op. Ja, zeker. Ja. Ik krijg trouwens mijn fabriek terug. En dit is een spoiler voor de mensen, denk ik. Ik krijg mijn fabriek terug. En dan wil ik, als het een beetje lukt en als het mee zit, een vitamine machine erin. Oh ja, ja, dat zou wel het meest logische zijn voor jou. Ja, want ik wil ook naar zone 1 namelijk. Met de apotheek. Dus dan heb ik gratis A en B. Nou ja, gratis. Ja. Ik moet natuurlijk de inleg allemaal wel weer terugverdienen. Maar, ja, maar ik moet nog even informeren hoe dat allemaal zit en zo. Het moet ook nog op een naam worden gezet. Maar in ieder geval, dat komt er dus ook. Oh, ik veegde even iets van mijn totsding af. En dat, ja. Nou ja, ik moet dat dus nog even bekijken hoe dat allemaal werkt en zo. Dus dan dat sowieso wel. Maar je wilt dus naar zone 1 gaan, omdat je dan andere mensen ook kan helpen daarmee. Ja, iedereen wil heel graag mij helpen. Iets wat ik hoorde, ik weet niet zeker of dat zo is hoor, of dat gaat gebeuren. Maar dat was iets met dingen met in de video van David hoorde ik iets over het feit van dat er iets ging gebeuren misschien met zones weer. Maar ik weet niet helemaal hoe dat precies zit, maar het kan maar zo zijn dat het dus weer gaat gebeuren dat je wel iets kan dadelijk in Sunnyvale / Mytopia, maar dat je niet iets kan kopen. Net zoals een beetje wat in Downtown was. Oh ja. Hey, als dat want gaat gebeuren, dan kunnen ze ook weer naar MT komen. Ja, want ik heb wel zoiets. Ik ga het pas wel regelen allemaal in zone 1 eventueel, na de update 3.0. Zodat ik wel weet of ik niet de foute beslissing heb gemaakt. Dus ik zou sowieso al wachten. Ik weet ook, de wachtlijsten zijn enorm groot daar met winkels nu. Ja. Maar ik heb wel veel klanten. Dus misschien is dat dan weer juist een positief iets. Misschien dat voorrang brengt. Of wat dan ook. Maar we zullen zien hoe het gaat komen. Ik hoop dat dat ook een optie voor mij is, zeg maar, om gewoon zo'n 1 mensen te kunnen helpen, want die willen zo graag vitamines kopen, zo graag potions kopen. Ja, ik stuur het altijd bij jou door, maar dan is het weer van, ja, maar ik zit in zone 1. Ja, oh, dan houdt het wel op, ja. Heel stiekem loop ik er wel eens heen en dan verkoop ik het zo. Ja, ik hoorde stiekem. Maar ik hoorde dus ook dat je gisteren zei dat je dat niet deed, dus jawel, en heel stiekem. Niet iedereen hoeft dat te weten. Nee, oké, ik snap hem. Dus gelukkig kijkt nooit iemand hierna, dus dat, hè. Probleem opgelost. Ik hoorde trouwens dat als jij een F- en een E-pil van iemand krijgt, zonder dat die van de huisarts voorgeschreven is, dat je dan een ban kan krijgen. Wist jij dat? Oh. Nee, dat wist ik niet. Staat in het wetboek. Is dat zo? Ja, ik kreeg dus een F-pil van iemand. En ik had al een afspraak bij de huisarts. Ik zei, ik hoef geen F meer, want die heb ik al gekregen. En toen zei diegene, dat is bannable. Ik hoorde dat laatst ook, ik heb dat ook, maar ik heb laatst van een minister eentje gekregen. Ja, ik heb dus ook van een loco gekregen. Oei, ja, dan is het dan een beetje. Het is gevaarlijk, dus je moet dan niet gezien worden door een ander als je het wel of niet krijgt, weet je wel. Want het is gewoon gevaarlijk, je kan gewoon een ban krijgen en dat is niet leuk. Moeten we dat maar even in de gaten houden. Ja, het staat in het wetboek ergens, maar ja, ik ga die hele wetboek niet. Sinds ik in Guantanamo heb gezeten en ik het wetboek uit mijn hoofd moest kennen voordat ik eruit mocht, heb ik niet meer naar het wetboek gekeken. Ja, echt, ik ga dat niet uit mijn hoofd leren. Nee, snap ik. En toen ging gelukkig die PL weg en toen kreeg ik een nieuw PL en toen mocht ik vrij. Oh, gelukkig. Ja. Maar in ieder geval. Gelukkig ben je weer vrij. Inderdaad, en ik ga ook niet meer vastzitten. Tenzij de nieuwe prison er eindelijk is, dan wil ik wel natuurlijk zien hoe die van binnen is. Ja, dat snap ik. Maar dan moet ik het even op een andere manier fixen, want ik wil niet weer verder met een strafblad. Nee, dat snap ik ook. En anders wordt de heel ook uitgezet. En dat wil ik niet. Ik heb nu nog een tweede kans gekregen. Dus officieel mag je er ook niet in. Dan. Hey, dat Maar ik was eerlijk. Ik heb het gezegd. Ik heb mijn plannen verteld wat ik ga doen. De komende tijd met mijn winkel en alles. Dus hij zei van voor mij mag je blijven. Ja. Dus daar ben ik blij mee. Dus binnenkort daar een huisje. Jee. Die mag je dan binnenkort wel zien hoor. Is goed. Jee. Hou ik aan. Nou, in ieder geval bedankt voor de leuke middag met jou. Ja. Ik bedoel, we hebben het hele museum even nagekeken. Echt super veel kleding. Dus als je dat ook wil zien, ga dan even naar Sunnyvale. Dan spoel je deze video helemaal terug. Dan zie je de route ernaartoe. In plaats vooruit spoelen, want dan liepen we er juist weg. Maar in ieder geval, het is wel makkelijk te vinden. Het is in ieder geval vlak bij de oude rechtbank. Als je gewoon voor de gemeente staat, is het gewoon rechts van de gemeente lopen. En dan helemaal rechtdoor lopen. Tot er op het strand komt. En bij de strand, dan kom je bij de bootjes. Alle bootjes liggen recht vooruit. Dan gaat er eentje naar links. Die moet je hebben. En dan mee op het eiland. Ja, en heb je daar een brievenbus staan? Bij de vendingmachine staat een donatiebus. Oké, nou dus dat wou ik inderdaad weten. Wat dan ook. Ja,
Als jij dus nog misschien wat nieuwe unique uit die tasjes hebt of zo, die misschien Leon nog niet heeft, kun je er altijd in droppen natuurlijk. Of als je het gewoon kwijt wil, drop het naar hem. Hij komt er wel weer vanaf. Ja, ik help graag ook beginnende spelers en alles. Kleding is, kan best wel duur zijn. En ja, als je voor een klein bedrag een volledig setje van dat unique kan krijgen, dat is altijd leuk. Dan heb je in ieder geval iets, dan kun je altijd later nog doorkijken voor iets mooiers. Maar inderdaad, heb je in ieder geval iets aan, wat ook goed voor je fitheid is en dergelijke. Ja, en die unique kleding is helemaal niet lelijk uit die tasjes. Hé, hey, de nieuwe niet. Nee, de oude is wel. Mindere, ja. Daar heb ik nog een hele anderhalve kist van vol liggen, waar ik niet weet wat ik ermee moet doen. Nee, want ik bedoel, dit is zeg maar een helmpje van de nieuwe. Ik draai hem even om. Daar ben je. Oh, druk op. Dus ja. Dat, ja, is op zich best wel een mooi iets. Het is niet weer dat oudere. Ik vind ze mooie kleuren hebben hoor. Ja, nee, er zit echt mooie kleur bij. Ja. Dus, en dan, maar het is ook goed voor je fitheid als je kleding aan hebt. Inderdaad, ik kun je niet voor fitheid trainen. Ik zag ook zo net. Toen ik in Cosmo was, zag ik iemand. En die had. Hij stond in de spoelende regen fit uit te trainen. Ik denk, ja, je moet wel even wat kleding aan hebben. Ja. Dus ik had nog een chestplateje bij me. En hij had zelf in zijn inventory nog een helmpje en zo. Dus ik denk, nou ja. Nou, met de regen moet je vooral in ieder geval een helm op. Dat is het belangrijkste. Ja, maar hij had een hat op. En dan weet ik niet of een hat telt. Dat weet ik ook niet. Ik denk, hij had toen op een gegeven moment een Batman helm heeft hij opgedaan. Ik denk, nou ja, dan heeft hij in ieder geval een helm op. Weet hij iets dan niet, zeg maar dan. Daarom. Dan kan hij in ieder geval verder trainen. Want hij was net 2 dagen aan het spelen of zo. En hij was op fitheid 39, geloof ik. Dus ik ben alleen maar aan het rennen. Ik heb hem wat eten gegeven. Kan hij weer een tijdje vooruit. Dus, nou ja. Die redt zich wel, denk ik. Ja, dat is ik moet daar binnenkort echt even wat meer informatie denk ik, over geven. Hoe de fitheid nu een beetje in elkaar zit. Want ik heb wel video's van hoe het vroeger was. Maar niet hoe het nu is. En aangezien ik nog steeds de fitheidsdeskundige ben, ja. Volgens David, moet ik het weten. Dus ik kan wel een paar tips even een keer geven, denk ik. Dat snap ik. Ik weet ook niet alles hoor, maar het komt toch goed. Ik kan niet alles weten, maar als je zoveel mogelijk weet, dan daarom. Nou, kun je altijd nog andere mensen vragen. Ik ga er weer vandoor. Yes. Want het wordt wat emotioneel hier. Ja, snap ik. Het is toch al lang geleden dat ik hier voor het laatst was. Het ziet er van de buitenkant echt super groot uit ook. Maar het is ook groot natuurlijk. Ja, ik kan zeggen, het is op zich nog vrij groot. Ja. Maar vroeger waren ze dat soort huisjes gewend. Gewoon een schuurtje, een woonkamertje en een slaapkamertje boven en dit zit. Klopt. Nou, dit was sowieso al een hele verdieping erop en... Ja, hier stond eerst een huis op. Dat was echt een bouwval. Die moest er eens gesloopt worden. Maar ik weet nog wel, hier stond dan Bortje, Martje en Tageron. En toen op een gegeven moment, op een dag kwam ik hier. Toen stond er in één keer Postzegelchickie en Tageron. Oeh. Auw. Ja. Hij had niks gezegd. Dat is wel gemeen dan, ja. Ja, dat vond ik heel gemeen. Toen had ik echt zoiets van, fuck jou. Okay. Maar ik baalde wel, want ja, dat huis heb ik ook mee betaald. Dus ja, nou ja, boeien. Dat is verleden. En verleden laat je achter je, want anders kun je niet naar voren. Nee. Dus, nou, bedankt. Yes, tot snel weer. Ja, en heb je nog een leuk codewoord voor de mensen? Oeh, kleding. Ja, nou laat even kleding achter in de reactie. Dan weet ik dat je tot nu hebt gekeken. En als je ook op zijn eiland bent geweest een keer, laat even weten wat je ervan vond. Vind ik wel leuk. Dus dan moet jij niet erachter laten van, hoi, ik ben op zijn eiland geweest. Ik vond het super mooi. Ik ken jou. Nee. Ja, ik ken jou. Heel goed. Ja. Ja. Ja, de eerste keer was in? Hollandia. En toen in? Tweede keer? Ik weet het nog. Ja. Ja, ik zou denken, haast denken Cosmo, maar... Greedel. Greedel? Ja. Ik heb dan wel de screenshot van de eerste keer in Hollandia. Ja, ook in Greedel was jij toen met iemand uit je kledingwinkeltje. Ja. En daar ben ik toen zag ik je op straat. Toen zei ik, kom je mee naar die kledingwinkel kijken en zo. Toen ben ik naar jou toegegaan. Ja, precies. Oh, al die leuke oude herinneringen. Ja, zo lang geleden. Ja, echt. Nou ja, dat blijft in ieder geval in ons hart zitten. Zeker weten. Ja. Dat nou, vergeten. Ik heb er inmiddels, even kijken, 5. Ik heb 10 hartjes in mijn topia, dus ik heb genoeg plek. Kijk aan. Jij ook, hè? Jij hebt ook 10. Ja.
Ja, nee, dat scheelt dan weer. Yes. Nou, ik ga er vandoor. Tot snel. Ik spreek je heel gauw. En kijkers, tot de volgende video. Doei! Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat. Doei!